Deze beelden uit 2011 bij het Japanse Fukushima staan ons nog scherp op het netvlies. Door een tsunami wordt een kernreactor overspoeld door zeewater. Nooit een Fukushima in Nederland, denkt de overheid. En dus moeten de uraniumverrijkende bedrijven worden blootgesteld aan een zogenaamde weerstandstest. Een stresstest. Ook Urenco in Almelo. Een stresstest, dat is iets wat op Europees niveau door de verschillende regeringen is afgesproken als een reactie op het incident, het voorval, het ongeluk bij Fukushima. Daar is in eerste instantie gevraagd aan alle vermogensreactoren, de kernreactoren, om te onderzoeken wat er gebeurt als er extreme situaties zich voordoen. Moet je denken aan een tsunami, een tornado en een aardbeving. Vervolgens heeft de Nederlandse overheid, die is verder gegaan, die heeft ook andere inrichtingen, nucleaire inrichtingen, waaronder Urenco, gevraagd een dergelijke stresstest uit te voeren. We kijken naar forse overstroming, wat gebeurt er dan bij een tornado en uiteindelijk ook bij een aardbeving. Wat als hier in Almelo een forse aardbeving optreedt? We denken allemaal en zijn er redelijk van overtuigd dat een aardbeving niet aan de orde is. Toch moeten we daar naar kijken en hebben we daar naar gekeken. Een stresstest is een door de overheid opgelegde test om te zien of het uraniumverrijkende bedrijf Urenco in Almelo aan de laatste eisen voldoet. Daarbij worden onmogelijke eisen gesteld. Een tornado, een aardbeving, een overstroming. Aspecten die waarschijnlijk naar alle gelukkigheid nooit in Almelo of omgeving zullen voorkomen, worden toch getest. Want welke invloed zou dat dan kunnen hebben op die fabriek? En toen bleek dat er iets voor verbetering vatbaar was. Klopt, klopt. Het is vooral een wijziging in de procesinstallatie. Op dit moment zijn we met de engineering bezig. Kijk, we moeten die drukke reductie, zoals dat zo mooi heet, doorvoeren. Dat houdt in dat we verschillende kleppen moeten veranderen. We moeten kijken wat voor kleppen we nodig hebben. Dus op dit moment zijn we meer met een papieren exercitie bezig. Wat uiteindelijk in een tekening moet uitmonden. En vervolgens moeten we dat nog uitvoeren. Totale kosten? Ja, dan praat je toch over, als je alles meeneemt, over meer dan een half miljoen. Voor ruim 500.000 euro wordt een deel van het leidingensysteem binnen Urenco aangepast. Zonder enige discussie, want alles wat Urenco doet wordt onder een vergrootglas gelegd. Positief, maar vooral ook negatief. Kijk, er wordt inderdaad hier gevraagd, maar er wordt aan alle nucleaire inrichtingen gevraagd, om situaties te beschouwen waarvan we zeggen, die kunnen eigenlijk niet voorkomen. Maar, en dat is dan de vraag ook aan de nucleaire industrie, in dit geval aan Urenco, als ze voorkomen, wat betekent dat? Dat mag niet leiden tot catastrofes zoals bij Fukushima. Dat is de vraag. Het is mij altijd geleerd, als morgen de hemel valt, hebben we overmorgen allemaal een blauwe hoed. Ik bedoel, dat zijn flauwekul dingen eigenlijk. Zo zou je kunnen noemen. Wij als Urenco zeggen van, en dat verwacht denk ik de bevolking ook van ons, we moeten veilig zijn en nog een keer veilig zijn. En als de overheid dat vervolgens vraagt, dan doen we dat indien we het redelijke wijze kunnen uitvoeren uiteraard. En we denken want u dat ligt onder een vergrootglas eigenlijk. Ja, dat is duidelijk. De nucleaire industrie ligt onder een vergrootglas. En zo kijkt denk ik de omgeving naar ons. En ik kan me dat ook voorstellen. En wij acteren op die manier.